wat het me heeft gebracht en waar het me heeft gebracht. Het heeft mijn hele leven veranderd. In de positieve zin. Want als het kickboksen misschien niet was gekomen in mijn leven, dan was het misschien een andere kant op gegaan. Want hoe dan ook, je wou ook meer geld. Ja, en ja, om het dan. Toen kwam kickboksen en toen kon ik het op een nette manier ook gaan verdienen. Dus ja, dat was gewoon top. En daarom heb ik er ook nooit spijt van gehad. Wilnis, nearly a 7-1 underdog. Ik heb een slechte periode gehad. Overlijden van ons vader. Toen ben ik even een tijdje ziek geweest. Had ik een ziekte opgelopen. Toen had ik een wedstrijd gevochten en die ging niet zoals het moest. En dat was een hele onzekere periode voor mij. Van, heb ik het nog wel in me? Wil ik het nog wel? En ik wist wel dat ik het wou, alleen het kwam er gewoon niet uit. Glory let him go, Joe! They said maybe he didn't have it anymore. He won a few fights and now he's back. Door Danny, Daan en Gotcha is dat weer gaan opbloeien en is die vertrouwen weer gekomen. Geen kickboksen omdat we wedstrijden wouden doen. Nee, we wouden gewoon lekker voor de lol. Wel aan je conditie werken en je fysieke gesteldheid, maar geen prestatiedruk. Gewoon lekker vrij trainen. En hoe dan ook, als je bij een andere gym zou gaan, dan ja, heb je altijd een beetje strijd. Jongens onderling. En vooral als je elkaar kent, dan af en toe wil je iemand op zijn plekje zetten. En daar hadden we gewoon geen zin in. En deze gym opende net. En ja, het is zo gelopen. En we hebben er tot de dag van vandaag geen spijt van. We konden gewoon ons ding doen. En Danny en Daan die hebben ons met open armen ontvangen. En ja, we zijn hier gewoon begonnen met trainen, heel vrij. En ja, na een maand of zo, na een paar weken al zei Danny van, jullie hebben het echt in je. Ik denk over nou misschien met kickboksen verder te gaan. En daar gaven we nog geen gehoor aan. Alleen op een gegeven moment merk je ook dat je gewoon heel snel leert. En dan ga je kickboxpartijtjes kijken op YouTube en dan zie je gewoon, hey, ik beweeg bijna net zo, hey, ik doe die stoot bijna net zo. Er kwamen uiteindelijk ook andere jongens die trainen en dan ga je dan mee trainen en mee sparren. En dan zie je dat je het gewoon leuk en goed doet. Dus, en dat was voor ons wel een moment van, oké, wat willen we nou? Wilnis with one of the best performances of his life. And this makes the heavyweight division extra interesting. We have a new contender. Still a minute 45. Dus ik heb kunnen zien, is alles weer eruit gekomen hoe het hoort. Dus ja, zeker. Iedereen heeft zijn eigen taak en dat gaat gewoon perfect. Yeah, he just looked really good. I didn't really expect such a great performance from Jafar since we haven't seen him in so long. But the time off and maybe fighting outside of the organization really lit a fire under him. Yeah, pressure, pressure, pressure. The Coliseum gym style. You'll see it from his brother Jason Wilnis as well. Very strong, very durable, and amazing pressure fighters.